Goedenavond allemaal en welkom bij het webinar over de gezondere sportomgeving. Ik ben hier met Tamar en Meike en we gaan het vanavond dus hebben over een gezonder voedingsaanbod op de hockeyvereniging. Vanavond zitten we dus met mij vanuit de KNNB, Tamar vanuit Team Fit en met Meike vanuit HDM. Welkom, leuk dat jullie er zijn, dank. Dankjewel. Dit webinar wordt opgenomen en is later ook terug te kijken op de website van de KNNB. Mocht je vragen hebben, stel ze vooral in de chat. Collega's die beheren de chat en zullen de vragen aan ons doorspelen. Die zien we ook hier op de laptop verschijnen. En mocht er iets zijn met het geluid of anderszins technische problemen, laat het dan ook even weten in de chat. Dan gaan we naar eigenlijk de volgende slide. Want dan gaan we bezig met het Nationaal Preventieakkoord. Ja? Die voorstel mochten. In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten door onder andere NOC en 70 andere partijen. En tijdens het preventieakkoord, of in het preventieakkoord, zijn eigenlijk drie thema's benoemd: roken, alcohol en overgewicht. En het doel is om meer kinderen te laten voldoen aan de beweegnormen en de motorische vaardigheid toe te laten nemen. En uiteindelijk dus ook weer kinderen in een gezonde omgeving te laten sporten. Het preventieakkoord is op landelijk niveau uitgevoerd. Met uiteindelijk ook het doel dat elk lokaal akkoord wat daarop aansluit te laten overnemen. Zo is het ook aangesloten bij het sportakkoord. En is het mogelijk om vanuit het sportakkoord bijvoorbeeld een inspiratiesessie te organiseren bij jullie op de vereniging. Een gezonde sportomgeving. Wat doen wij vanuit KNNB daaraan? We hebben onder andere ACVF vorige week afgetrapt. Samen met NOC-NSF, KNVB, KNLTB, KNKV en Job Team Fit zijn we met zes verenigingen gestart afgelopen week. Waaronder twee hockeyverenigingen, NAC De IJssel en HC Etten-Leur. En zij gaan eigenlijk een traject in om ook hun vereniging gezonder te maken. Daarnaast zijn we sinds voor de zomer eigenlijk begonnen met Team Fit, om het samenwerkingsverband. En dit webinar is eigenlijk de eerste uiting daarvan. Dus fijn dat jullie allemaal zijn en we gaan er een inspirerende avond van maken. Dan hebben we nog de verenigingsmonitor van de KNNB. Deze is ingevuld door 100 verenigingen ongeveer. En jullie zien nu een staatje van wat deze verenigingen hebben ingevuld. 50% van de verenigingen geeft aan dat ze geen of een plan of een ad hoc initiatieven hebben op het gebied van een gezonde sportomgeving. En eigenlijk ook heel erg op zoek zijn van oké, wat kunnen we gaan doen om er wel echt mee aan de slag te gaan. En welke plannen kunnen we dan maken. En dat is eigenlijk meteen het bruggetje ook naar Team Fit. Want jullie kunnen daarbij helpen. Ja, nou hartstikke leuk dat ik hier aan tafel mag zitten, in ieder geval. En dat ik wat kan vertellen over mijn werkzaamheden als Team Fit Coach. Team Fit is eigenlijk een landelijk initiatief van het JOC. En JOC ziet graag dat de omgeving van een kind zo gezond mogelijk is. En de sportkantine is daar een onderdeel van. Ja, dus met Team Fit komen wij langs bij sportverenigingen en geven wij advies. Ik weet niet of het mogelijk is om... Deze trouwens. Ja. Nou ja, wij kunnen kosteloos langskomen om advies te geven. En zodra wij langskomen, dan nemen we ook een starterspakket mee. En in dat starterspakket zit een soort van kickstart waar verenigingen dan mee aan de slag kunnen gaan om die gezondere sportomgeving te realiseren. En zoals je ziet op de foto, er zit een watertap in. Er zit een map in met allerlei informatie die helpt bij het realiseren van die gezonde sportomgeving. En er zit ook een appelsnijder in. En dat is eigenlijk wel een leuk weetje. Want geef je een kind een hele appel, dan neemt hij vaak een paar happen en dan gooit hij die appel weg. Maar snij je die appel even in een paar stukken, dan eet hij wel die hele appel op. Ja. En op die manier stimuleer je dus het eten van fruit. Mooi. Ja. Jij benoemde het al even kort, hè, het preventieakkoord. Dus Team Fit is daar ook breder op ingegaan. En wij geven ook advies op de thema's roken en alcohol. Maar als het goed is, is daar volgende week een webinar over. Dus dan gaat het dieper in op die thema's. Dus vanavond gaan we het echt over het thema voeding hebben. Ja, voor de kijkers die nog niet zich hebben ingeschreven. 1 oktober inderdaad, webinar over alcohol en roken.
En dat, wat je inderdaad zegt, dat doen jullie normaal ook al, maar vandaag even gaan we het over voeding hebben. Ja, even ingezoomd op het voedingsgedeelte inderdaad. Er zijn eigenlijk al meer dan 1700 kantines die advies van ons hebben ontvangen door heel Nederland heen, door mij of een van mijn collega's. En zoals je ziet is dat eigenlijk verspreid over door heel Nederland, allerlei provincies. En op dit moment zijn er al 215 kantines met een certificaat. En dat certificaat, hoe komt dat eigenlijk tot stand? Wij werken samen met het voedingscentrum. En zij hebben de richtlijnen gezonde kantines opgesteld. En dat zijn bepaalde richtlijnen. En als je aan dan bepaalde regels uit die richtlijnen voldoet, kan je dus voor brons, zilver of goud gaan. En wat wel leuk is om gewoon even aan te wijzen, is dat je ziet dat er meer zilveren kantines zijn dan bronzen kantines. Omdat brons is echt de basis. Dus vaak hebben verenigingen al zoiets van, oh, als dat de basis is, dan kunnen we ook wel voor zilver gaan. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja, en we zitten natuurlijk vandaag bij de KNHB, dus laten we even inzoomen op de hockeyverenigingen. Op dit moment zijn er 114 hockeyverenigingen die die advies hebben gekregen van een teamfit coach. En er zijn 21 certificaten waren er, hè? Ja, 21. 21 certificaten inderdaad. En vandaag zitten we natuurlijk aan tafel met HDM, wat een vrij grote vereniging is. Maar zoals je ziet zijn er ook genoeg kleinere verenigingen die het is gelukt om een certificaat te behalen. Ja, zeker. Heel divers. Van heel groot tot inderdaad bijna de kleinste zit er tussen. Ja. En dan is vaak de vraag, wat moet je nou eigenlijk doen voor zo'n certificaat? En dan beginnen we altijd even bij brons, want dat is eigenlijk de basis voor een gezonde kantine. En dat zijn vier regels. De eerste regel is dat in elke productgroep een betere keuze aangeboden moet worden. Er zijn dus verschillende productgroepen waar we naar kijken. En bij een productgroep kan je bijvoorbeeld denken aan dranken. En als er vaak biedt de vereniging al water of koffie of thee aan. Dus dan voldoe je aan aan die groep. Ja. Maar een andere productgroep is bijvoorbeeld de productgroep belegde broodjes. Vaak worden er witte tosties of witte puntjes kaas worden er aangeboden. Leg daarnaast bijvoorbeeld een bruine tostie of een bruin broodje met kaas of ham. Dan voldoe je ook aan dat punt. En zo zijn er dus verschillende productgroepen die we langs gaan om te kijken wat voor gezondere alternatieven ze daarin kunnen aanbieden. Het tweede punt is eigenlijk dat je kijkt naar wat zichtbaar is geplaatst. En bij ons is dat voornamelijk de balie. Dus wat staat er allemaal op de balie? In een doorsnee kantine zie je vaak dat er zakken snoep staan, dat er zakken chips staan. En in een teamfit kantine zien we dan liever de watertap op de bar of thee of wat fruit of juist een betere keuze snack. Zodat leden ook verleid worden om die betere keuze te nemen. Ja. Het stimuleren van water drinken is een hele belangrijke. Vaak doet de vereniging dat al door middel van flesjes water verkopen. Maar daarom hebben we ook die waterkan in het startpakket zitten, zodat ze die op de balie kunnen neerzetten om zo dat water drinken te stimuleren. En het laatste is dat het in beleid wordt opgenomen, want ik denk dat dat niet heel waar is voor veel verenigingen. Er staan veel vrijwilligers achter de bar. Dus als het opgenomen is in het beleid, dan weet iedereen in de club ervan af. En dan is iedereen op de hoogte van de kantineregels van de vereniging. Ja. Ja. Voor zilver gelden eigenlijk diezelfde vier regels, alleen daarbij komt er nog dat de kantine groente of fruit aanbiedt. En je gaat veel meer kijken naar de uitstraling, dus hoe is de kantine ingedeeld, wat voor promotiemateriaal hangt er bijvoorbeeld, wat staat er allemaal bij de kassa, hoe ziet het uitgestald aanbod achter de kassa eruit. En als dat verleidt tot een betere keuze voor het grootste gedeelte, dan voldoe je voor een zilveren kantine. Ja. En voor goud is eigenlijk hetzelfde als zilver, alleen wordt er ook nog groente aangeboden naast het fruit. En zijn die uitschalingspunten nog wat breder. Ja. Ja. En wordt dat, zijn er veel gouden kantines? Al, 38 volgens mij op dit moment. En vaak zie je toch wel, het is een hele grote stap om dat in één keer te halen. Dus vaak wordt dat in stapjes gedaan. Dus dat ze eerst brons of zilver hebben en dat ze dan toewerken naar goud. Ja. Ja. De teamfit aanpak, hoe pakken wij dat aan? We kijken eigenlijk vanuit drie verschillende thema's. En de eerste thema is jouw team. Dus hoe creëer je draagvlak binnen de vereniging? Het tweede thema is lekker eten en drinken. Dus het is natuurlijk vooral heel belangrijk dat er heel veel lekker eten te krijgen is in die kantine. En lekker eten is toch vaak ook wel vers eten. En dat is ook wel waar teamfit voor staat. En het derde thema is slimme financiën. Wat doet het met je omzet? Hoe kan je slim omgaan met
die betere keuzeproducten die vaak toch wel wat duurder zijn in de inkoop. Kan je daar een beetje mee spelen met prijzen? Ja. Ook daar kunnen we tips over geven. Ik krijg al een opmerking in de chat. Caroline geeft aan dat HC Naarden sinds deze week ook een certificaat heeft behaald. Oh, gefeliciteerd. Dus, ja, ja dus, leuk. Heeft net de presentatie gemist, maar inderdaad Caroline gefeliciteerd. En ja. Super mooi. Ja, hartstikke mooi. Zeker. Nou, dit is wel even leuk om aan te tonen, want wat je hier op de foto ziet is eigenlijk gewoon een doorsnee sportkantine van Nederland. En met de doorsnee producten die normaal gesproken worden verkocht. En op de volgende slide zie je inderdaad wat voor producten dat zijn. En dan zie je de zakjes chips, de grote zakjes snoep, verschillende chocoladerepen, frituur, frisdranken, alcohol. En een Team Fit kantine verschilt eigenlijk hier niet zo heel veel van. Er zijn tenminste qua productuitstraling, zoals je ziet op deze foto. Dit zijn de producten die in de Team Fit kantine worden verkocht. Dus ik denk dat als heel veel mensen dit zien, dat ze dan denken, oh, dat verschil is eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot. Ja. En wat je hier ziet is bijvoorbeeld verschillende water met smaakjes, een gezondere reep, ongezouten nootjes die in het assortiment zijn opgenomen. Natuurlijk het fruit, de bruine tosti die je ziet bovenin in de hoek. En zo kan je met hele kleine stapjes, kan je dus al een gezonder aanbod realiseren. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. En op deze foto zie je eigenlijk zo'n Team Fit kantine hoe de bar daarvan ingedeeld is. En wat heel erg opvallend is, is de waterkap en de fruit dat bij de kassa staat. En voor de rest zie je eigenlijk geen snoepgoed of zakjes chips staan. Nee. Die worden wel verkocht in deze kantine, alleen ze staan gewoon niet in het zicht. Waardoor mensen ook niet verleid worden om die producten te kopen. Ziet er goed uit. Ja, zeker. Lijkt het een beetje op jullie bar, Meike? Moet ik eerlijk zeggen dat wij nog een vrij oud clubhuis hebben. Dus daar hebben we destijds ook wel met de Team Fit Coach over gesproken. Om te kijken of wij ons aanbod ergens onder de bar kwijt konden. Maar die plek en die locatie, ja, die hebben we gewoon nu niet, die ruimte. Nee. Dus wij hebben het wel uitgestald. Maar hebben dus wel ook gezondere keuzes daaraan toegevoegd. Maar ja. Het mooiste is natuurlijk wel als je het uiteindelijk gewoon uit het zicht kunt plaatsen. Ja. Maar dat is bij ons helaas in onze kantine niet echt mogelijk. Nee. En is bij meerdere kantines niet mogelijk. En dat is in principe natuurlijk ook helemaal niet erg. En jullie hebben het hartstikke slim aangepakt. Want jullie hebben wel echt heel erg specifiek gekeken naar jullie assortiment. Ja. En bepaalde dingen natuurlijk eruit gehaald om daar juist betere keuzeproducten tegenover te zetten. Klopt. Ja. Nee, want mag ik al een verhaal? Ja, graag. Ik vind het wel heel grappig wat Tamar net zegt over van. We hebben natuurlijk ook een bezoek gehad van een Team Fit coach. Eigenlijk dankzij onze hoofdsponsor Rabobank, die ons in contact heeft gebracht met een beleidsmedewerker van NRC en NSF, die weer contact had met het Team Fit coach. Ja. En al pratende kwamen we er eigenlijk achter dat met wat wij deden, omdat we op zich al wel bezig waren met een gezondere kantine en de uitstraling daarvan, dat we al bijna op brons zaten. Ja. Dus toen hadden we zo met elkaar zoiets van, ja, weet je, als we bijna op brons zitten, waarom gaan we dan eigenlijk niet gelijk voor zilver? Want die stap is niet eens heel erg groot om te maken. En als je toch bezig bent, is dat wel een hele mooie om meteen te doen. En daarbij komt dat wij zowel een hockeybestuur hebben als een stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur is eigenlijk verantwoordelijk ook voor de horeca. Mm-hmm. Dus we zijn met elkaar gaan zitten en hebben met elkaar ook besproken van, willen wij dit? En de uitkomst is gewoon ja. Ja. Dus vandaar dat het ook wel makkelijker was, denk ik, om te schakelen en om keuzes te maken. Ja. Maar de bewustwording die je dan krijgt op het moment dat zo'n Team Fit coach langskomt, want dat is eigenlijk wat voor ons wel heel verhelderend werkte. Die gaat gewoon kijken naar wat heb je staan in je assortiment, wat bied je aan. En het was eigenlijk heel grappig, want hij keek eigenlijk naar onze snoepkast, om maar zo te zeggen. En hij zei, vroeg eigenlijk aan mij, waarom hebben jullie 5 repen chocola? En toen zei ik, heb eigenlijk geen idee. Hij zei, waarom zijn het er niet 2 of 3? Ja. Ik zeg, ja, hele goede vraag. Weet je, eigenlijk heel simpel. Waarom moeten we er 5 hebben? Ja, ik heb geen idee. Dat is ooit in het assortiment erbij gekomen. Stom, en nogmaals, het verkoopt goed. Hè? Dus dat is waar je natuurlijk wel een balans in wilt zien in je omzet. Van welke producten verkopen goed. Verkopen goed of verkopen minder. Dus wij zijn daar toen wel heel erg goed naar gaan kijken. En hebben er ook gewoon 2 uitgehaald. Dus hebben we nu nog maar 3 chocoladereep, om het maar zo te zeggen. En die andere vervangen voor een gezondere variant. En je ziet vooral ook bij ouders van jonge kinderen, dus vooral de minis, die zijn er het meeste mee bezig met gezonde voeding. Ik denk ook dat dat gewoon nu hetgeen is wat nu in de maatschappij
veel meer leeft, ook onder die doelgroep. Dat wij heel veel bijvoorbeeld de rijstwafels on natura hebben wij toegevoegd aan, het product, aan ons productaanbod. En dat loopt bijvoorbeeld heel goed, of de snelle Jelle Zero. Die hebben we gewoon vervangen. En eigenlijk is dat vrij geruisloos gegaan. Mensen vinden het, kopen wat het aanbod is. En maakt het niet zo heel erg veel uit dat het uiteindelijk dan niet meer die ene reep is. Die ze normaal gesproken wel konden kopen, die er nu niet meer is. Ja, en zo mooi wat Maaike zegt, want uiteindelijk gaat het ook. We zien graag dat de jeugd een gezond aanbod krijgt. Onze doelgroep is echt de jeugd. En als we daarmee het breder kunnen trekken, is dat alleen maar hartstikke mooi. Ja. Maar het is ook wel leuk dat jij opmerkt inderdaad dat het dan ook voornamelijk de ouders van de jeugd zijn die daar zo mee bezig zijn. Ja. Ja. Ik vroeg het ook nog even aan onze barman, maar hoe het met onze repen zit eigenlijk. En hij zei, het is wel grappig, want je ziet wel het verschil in verkoop nu. Dat bijvoorbeeld een Mars, die hebben wij nog wel in het assortiment, die wordt bijna alleen maar door senioren gekocht. En op zondag. Dus de jeugd heeft helemaal niet meer echt die behoefte aan die Mars. Dat is schijnbaar toch iets wat wij nu kunnen zien. Generatiekloof. Ik weet het niet, het zal niet zo zijn. Maar het is wel grappig dat hij dus meer verkocht wordt op de zondag, dan dat hij op de zaterdag door de week wordt verkocht. Ja. Ja, hopelijk toch een stukje bewustwording. Ja, ik weet het. Ja. En want jullie leden zijn waarschijnlijk meegegroeid in deze stappen die jullie eigenlijk gezet hebben. En meegenomen waarschijnlijk ook door jullie als bestuur. Ja, ik moet zeggen dat wij wel in een denk misschien wel bevoorrechte positie zijn geweest. Dat het vanuit de leden ook naar voren is gekomen. Ja. Op een gegeven moment was er ook een diëtiste bij ons op de club. Die had haar kinderhokje en die vond eigenlijk dat het productaanbod beter kon. En ja, weet je, het fijne is wel dat die persoon ook zegt, maar dan wil ik er ook wel zelf iets aan bijdragen. Ik wil graag wel een commissie oprichten om te kijken naar een gezonde aanbod. Dus uiteindelijk hebben wij een commissie HDM Snack Sportief opgericht, of opgezet. We vonden die term eigenlijk positiever klinken. Ja. En daar is zij aan de slag gegaan met wat wij in ons aanbod hadden. Dat stond nog eigenlijk los van Team Fit Traject, maar dat was wel de eerste aanzet om een gezonder productaanbod neer te zetten. En in die tijd hebben wij ook besloten om gewoon geen friet meer te verkopen. Dus bij ons is sowieso geen friet in het te koop. Dus we hebben wel bijvoorbeeld een broodje kroket of een broodje worst. Maar voor de rest, en de bittergarnituur die staat er dan ook nog wel op. Maar voor de rest geen friet of frikadellen of andere snacks. En wordt dat gemist door bijvoorbeeld bezoekende clubs bij jullie? Nee, want als je ernaar vraagt, dat is er niet, dan is het er gewoon niet. Ja. Ja. En ik denk, daar staan we ook gewoon achter. Dus dat willen we ook gewoon niet. Ja. Dus, ja, ik vind dat een hele mooie keuze van HDM. Maar het is natuurlijk absoluut niet noodzakelijk om dat soort dingen te schrappen. Het is ook prima om er gewoon een alternatief naast te zetten. Hoewel het natuurlijk hartstikke mooi is dat er gewoon niet meer te krijgen is. Maar even voor de duidelijkheid voor verenigingen die willen beginnen, die gelijk denken, moet de friet hier weg? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Het is mooi als het kan of als je daar uiteindelijk naartoe groeit. Maar dat is niet een vereiste om mee te doen met het teamfit aanpak. Nee. Ja. Want jullie noemden het al, gezonder aanbod. Uit de chat komt ook de vraag eruit, maar wat is dan precies een gezonder aanbod? Kan even jullie daar antwoord op geven? Ja, ik denk misschien wel leuk om te horen wat jullie gezonder aanbod is. Nou, wat wij hebben sowieso dus een aantal producten vervangen voor een gezondere variant. We hebben, als je het hebt over het snoepaanbod, dan hebben we bijvoorbeeld popcorn. Oh ja. Zowel zoet als zout. Dus daar hebben we een ander snoepproduct voor weggelaten en de zoete variant popcorn aan toegevoegd. Omdat we wel begrepen hebben dat dat beter is dan snoep. De rijstwafel zit erbij. We hebben, even kijken, paprika chips dan wel naturel. Die twee varianten en de gezondere nibbits. Er is één variant nibbits die ook beter is. Ja. Dus dat hebben we aan. Ja, het gaat vooral dan inderdaad om de portiegrootte. Het is gewoon een heel klein zakje inderdaad. Klopt. Waardoor er maar weinig calorieën in zitten. Ja. En het is een betere keuze dan een ander zakje chips. Dus dat hebben we gedaan. En in het weekend hebben we ook gezondere broodjes. Door de week verkopen we dat niet zo heel veel. Hè. Het merendeel begin speelt zich pas af op het hockeyveld vanaf een uurtje of drie. Tot 's avonds. Dus we hebben in het weekend in ieder geval gezondere broodjes. Wel een broodje kaas, dan wel een broodje ham of broodje ei. Maar ook een broodje carpaccio, broodje hete kip, broodje gezond. En dat varieert dan wel, zo komt er een broodje mozzarella of caprese bij. Ja. Dus daar proberen we dan wel een iets ander productaanbod aan te bieden. Ja. Komt inderdaad, was je net de vraag, een vegetarische variant voor een broodje, maar je noemt kaas of caprese. Ja, of broodje mozzarella inderdaad. Broodje mozzarella wordt dan ook aangeboden, ja.
een broodje gezond zonder vleeswaren. Ja. Kan natuurlijk ook prima als vegetarische optie. Ja, klopt. Ja, mooi. En ook van Aki een vraag in de chat. We hebben nu alleen 2 buitenbarren in verband met corona. Die alleen toegankelijk zijn voor... of de kantine is alleen toegankelijk voor personeel. Dus nu wel lastig om al je gezonde producten uit te stallen, zodat mensen het ook zien. Hebben jullie daar tips voor? Hoe doen jullie dat op ADM nu? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want daar lopen wij zelf ook tegenaan. Ja, wij hebben normaal gewoon natuurlijk de bar binnen. En inmiddels hebben we nu 2 extra barren. Eentje vlakbij het clubhuis buiten eigenlijk. En nog 1 verderop op het terrein. Dus je productaanbod is gewoon minder en beperkter. Daarbij komt dat we ook gewoon beperkter inkopen op het moment. Eigenlijk bestelden wij 1 keer in de week bij de Sligo en kochten we alles in voor de hele week. Of werd er gewoon goed naar gekeken. En nu bestellen we 3 keer in de week bij Sligo, omdat we gewoon toch de situatie niet goed genoeg kunnen inschatten hoe het verder gaat lopen. En ook ergens misschien toch wel een bepaalde angst is van wat als het clubhuis straks toch dicht gaat en we zitten met onze voorraden. Dus deze tijd maakt het wel anders. Ja. En wat bieden jullie dan precies aan in die buitenbouwen nu? Ja, koffie, thee is er natuurlijk. En frisdrank hebben we dan wel. We hebben wel een bepaalde keuze gemaakt. Bijvoorbeeld hebben wij nu Aquarius in plaats van AA. Dat is voor ons wel een bewuste keuze geweest, omdat die toch een gezonde, minder suiker bevat. En O2 loopt bij ons heel goed. Ja. Dus dat is eigenlijk wat wij het meest promoten. Je hebt natuurlijk wel je andere frisdranken, maar dat is wat er dan aangeboden wordt in de bar. En natuurlijk wel een aantal snoepproducten. Ja. Maar niet zo uitgebreid als wat we normaal hebben. Ja. En in de normale tijd, hoe hielden jullie dan de producten vers eigenlijk? We hebben natuurlijk de koeling. En er werd gewoon achter de bar of in de keuken werd het gewoon voorbereid. En met vrijwilligers bedienden we eigenlijk de mensen. Ja. We hebben een aantal vaste barpersoneelsleden. En voor de rest helpen de leden, ouders van leden, per shift gewoon ook in de weekenden achter de bar. Ja. Ja, je hoort ook vaak wel de vraag van hoe kan ik dan het beste inkopen? Want ik wil niet te veel kopen, maar ook niet te weinig kopen. Maar ik denk dat als je met zoiets als een gezondere kantine gaat beginnen, dat het ook eventjes peilen is van hoe loopt het bij ons op de vereniging. En dat je gewoon even kijkt van, nou, misschien beginnen we maar met 5 broodjes of maar met 10 gezonde broodjes. En daar kopen we het voor in. Ja. En loopt het, dan weet je dat het is gewoon een kwestie van uitproberen en ook een beetje ermee spelen natuurlijk. Want je weet van tevoren inderdaad niet hoe goed het gaat lopen. Dus ik zou juist adviseren dan begin klein, koop klein in. En vanuit daar kan je uitbreiden en kan je kijken wat jouw club nodig heeft. Ja. Als je het op die manier ook een beetje pelt en eigenlijk een soort marktonderzoek gaat doen van hoe werkt. Je moet het ook wel een beetje als een spelletje zien natuurlijk, denk ik, als je daarmee aan de slag gaat. Want het is ook gewoon een kwestie van heel veel dingetjes uitproberen. Want wat bij de ene vereniging heel goed kan lopen, hoeft bij die vereniging niet per se heel goed te lopen. Dus ja, een beetje het spel spelen, meespelen, ja. Ja, wij merkten gewoon wel positieve reacties van ouders. En zaten op een gegeven moment ook met die witte tosti, zoals wij, te kijken van wat doen we daarmee? Omdat we toch eigenlijk ook wel graag over wilden stappen naar de bruine tosti. Dus we hebben het met elkaar over gehad van, ja, wat gaan we doen? Gaan we half-half doen? Gaan we het ene allebei aanbieden en kijken hoe dat loopt? Of gaan we gewoon rigoureus een keuze maken? Wat best wel in een vorm eng is om te kijken hoe je leden daarop reageren en je bezoekers. Maar we hebben toch de stoute schoenen aangetrokken en gewoon gezegd, we gaan over op de bruine tosti. Hebben daar wel overigens, en dat is misschien wel ook een goede tip, een moment aangekoppeld. We hebben toen een nieuwsbrief uit, wij geven elke week een nieuwsbrief uit. In het weekjournaal, zoals wij dat noemen. En hebben we toen bij Happy Healthy New Year, hebben we gewoon gezegd, jongens, vanaf nu is er bij ons voortaan alleen maar bruine tosti te verkrijgen en geen witte meer. En op een beetje weerstand of gefronste wenkbrauwen is het eigenlijk heel soepel verlopen. En is hij gewoon helemaal geaccepteerd. Heb ik er eigenlijk weinig tot niemand mensen werken ook echt goed natuurlijk. Communicatie, vooral communiceren met je leden van wat ga je verkopen. Wat betekent dat voor de rest van het aanbod? En als je dat gewoon goed communiceert, dan komt er de minste weerstand eigenlijk naar voren toe. Ja, dat is echt zo. En de tosti is ook een goed voorbeeld. Want de tosti is in principe een vers product wat je kan klaarmaken van tevoren. Gewoon plak je kaas, plak je handen tussen en vervolgens kan je het per stuk verpakken en invriezen. En dan kan je het gebruiken wanneer nodig. Dus dan is het ook een langere houdbaarheidstijd eraan vast dat het eigenlijk wel een vers product is. Ja. Ja.
En met het fruit bijvoorbeeld, want jullie verkopen ook fruit? Ja, wat wij eigenlijk nu doen, dat wij gewoon een bekertje vullen met vers fruit. Okay. Dus in de zomer is het vaak een bakje, een bekertje met aardbeidjes. Of het is een bekertje met gemengd fruit. Het is een beetje gekeken. Of, en we bieden dan ook nog gewoon een mand met appels en bananen eigenlijk. Ja. Dat staat op de bar ook nog erbij. Dus we hebben drie varianten fruit die we aanbieden. Maar nu merken we gewoon dat de verkoop gewoon terugloopt. En dat we aan het kijken zijn hoe we dat toch kunnen doen. Want de vorige keer merkte ik ook, en hoorde ik het ook terug, hadden we te veel fruit ingekocht en dat het niet loopt. En nu, merendeel van de leden en ook bezoekers, is toch wel heel kort op het terrein. Ja, en men blijft niet meer zo lang hangen als wat normaal natuurlijk in de normale tijd hiervoor plaatsvond. Ja. Dus daar zijn we ook een beetje zoekende in van wat bied je wel nog aan of hoeveel koop je in. Ja. Maar goed, we hebben goede koeling, dus in heel veel kan ook gewoon wel in de koeling. Ja. En voor de corona even dan gekeken, wat deed het met jullie omzet eigenlijk, de stap naar een gezonder aanbod? Heeft eigenlijk niet echt een groot verschil opgebracht. We hadden bijvoorbeeld ook de gevulde koek in ons assortiment. Nou, de Team Fit Coach gaf eigenlijk in dat gesprek aan dat die wel echt heel slecht was. En keek we naar de calorieën, zeiden oké, die moet er gewoon uit. Was ook eigenlijk geen twee twijfel over mogelijk. Nee. En wat we merken is dat dat product eigenlijk vervangen wordt. Mensen kopen eerder dus nu de stroopwafel. Want die hebben we dan wel in het assortiment. Dus men kiest gewoon iets anders uit het assortiment wat er is. Ja, ja. En dat vind ik ook heel leuk aan mij, want we hadden het inderdaad ook nog over die calorieën. Ja. En dat stukje bewustwording inderdaad, hè, bij de club. Ja. Want zo'n gevulde koek of inderdaad zo'n groot zakje Haribo snoep, dat heeft een calorieaantal wat je eigenlijk normaal gesproken als ontbijt inneemt. Ja. En heel veel mensen beseffen dat helemaal niet. Maar dat is dus eigenlijk gewoon je ontbijt wat je binnen 5 minuten naar binnen propt. En dan vaak geef je dus ook nog eens een keer aan kleine kindjes. En dat is natuurlijk wel dingen. Ja, in deze tijd, wil je dat nog doen of kan je dat op een hele andere manier aanbieden? Ja, ja. Ja, en wat jullie al noemden, inderdaad, die kinderen zijn zich steeds bewuster ook van voeding. En ik denk nu al helemaal in de coronatijd waar fit zijn en eigenlijk je gezondheid nog belangrijker. Ja, de ouders vooral, denk ik ook. Ja, ja, ja. Wat wij ook nog daarbij eigenlijk hebben gedaan, los van echt onze producten, hebben wij op een gegeven moment gekeken naar de hoeveelheid limonade die er eigenlijk uitgedeeld werd na trainingen, dan wel na wedstrijden. En daarvan hebben we gezegd van nou, we vinden het belangrijk voor het contactmoment wat je hebt na een training, vooral als je jong bent met die minis, om bij elkaar te komen. Daar bieden we nog limonade voor. Maar voorheen kon men bekertjes pakken, gewoon langskomen. En dat hebben we nu teruggebracht naar gewoon een grote kan per team. Ja. En in de weekenden hebben we gezegd, we bieden ieder team 1 kan limo aan. En ook voor de tegenstander 1 kan water. Dus dat is wat je krijgt. En niet meer onbeperkt. En ja, eigenlijk is het netjes om je tegenstander als eerste natuurlijk het drankje aan te bieden. Dus is die kan limo leeg. En ja, dan houdt het eigenlijk. Ja, dan is het water voor jezelf. Maar ook dat vindt men eigenlijk helemaal oké. Ik denk dat ook wat te maken heeft met de manier hoe je het communiceert of dat je het communiceert. Ja. De lijnen zijn bij ons vrij kort met alle commissies ook. En met de mini-commissie, dan wel de jeugdcommissie. Weerstand zat er trouwens wel, denk ik, het meeste nog bij de jeugdleden die gewoon s'avonds na een training het clubhuis inkwamen om nog even een limootje te halen. En die was er dus niet meer. Dus dat hebben we wel helemaal eruit gehaald. Die moest even afkikken. Die moest, ja, weet je, het is, je hebt allemaal bidon bij je. Dus het is meer een gewenning en een gewoonte dat je gewoon een glaasje limo gaat halen. Maar het voegt eigenlijk helemaal niks toe. Zeker niet als je het gesport hebt. Ja. En we hebben ook een watertap. Buiten op het terrein. Dus iedereen kan daar gewoon water tappen. En dat is er gewoon. En ja, weet je, het is soms ook een kwestie van het gewoon invoeren en uitleggen en ja, acceptatie, denk ik. We zullen altijd voorstander zijn, we zullen altijd tegenstander zijn. Maar ik moet je zeggen dat het eigenlijk, ja, dat we niet alleen ik, maar ik zou niet alleen, ik voeg het ook aan onze mensen achter de bar, die natuurlijk de meeste mensen zien en spreken, ja. Maar dat er eigenlijk helemaal geen. Ja, geen commentaar op is of naar een vraag overkomen. Nee. Over vragen gesproken. Ik kijk nog even naar de chat. Van Aki een opmerking. Dat ze daarom dus niet zoveel spullen in de vriezer hebben liggen. Vanwege, ik denk met name inderdaad, de onzekerheid die er is over verkoop. En omdat als het slecht weer is, is er weinig onderdak voor mensen. Dus ze blijven ook niet echt hangen. En kopen inderdaad ook gewoon minder op dit moment. Omdat ze... Ja, niet heel erg lang kunnen blijven hangen. En nog een opmerking van Aki, dat KNAB adviseert nu geen fruit te doen, toch tijdens en na de wedstrijd.
ik denk dat het met name inderdaad het fruit gaat wat in eerste instantie vaak werd uitgedeeld tijdens de rustperiodes binnen het teamje. En ik denk dat dat inderdaad niet helemaal op dit moment gepast is, maar het fruit op de bar wat gewoon klaar is gemaakt of daar verkocht wordt als stuk voor één persoon, lijkt mij... We hebben nu inderdaad geen bakjes met fruit. We hebben nu gewoon een normale appel of een banaan wat we aanbieden. En Caroline heeft ook een opmerking. Ons clubhuis is nu alleen toegankelijk voor afval, eten en drinken en dat werkt prima. Alle keuken- en barmedewerkers dragen handschoenen. Misschien een idee voor andere clubs. Ik denk dat het inderdaad een goede tip is. Ja. Zeker. Is het bij jullie mogelijk om buiten dingen klaar te maken of wordt het echt allemaal in de keuken, in het clubhuis klaargemaakt? Ja. Ik denk dat het voor veel clubs ook geldt als ze buiten verkopen natuurlijk, dat het wel binnen klaargemaakt moet worden. Ja. Maar ik denk dat inderdaad, wat jij aangeeft, Mike, dat jullie ook wel buiten verkooppunten hebben gecreëerd. Dat je op die manier nog wel mensen iets kan aanbieden. Ja, absoluut. Dat het natuurlijk aftasten is en niet wat slechter weer wordt. Al helemaal van, wat gaat het doen? Maar je kunt gewoon wel nog de broodjes bij ons bestellen. En die moet je gewoon even wachten. En die worden gewoon binnen bij de bar gemaakt. Ja, en in principe kan je natuurlijk ook bij de buitenbars kan je zowel wat er nu verkocht wordt, maar ook gewoon de betere keuze snacks kunnen daar natuurlijk verkocht worden. Dus dan bied je alsnog een betere keuze aan. Het is niet zo dat je dan alleen nog maar slechte keuzes verkoopt. Want je biedt ook die betere keuze snack buiten aan. Ja. Dus. Ja. En Mike, hebben jullie eigenlijk nog plannen voor de toekomst? Want jullie zijn net, hebben jullie het certificaat inderdaad gekregen van zilver opnieuw. Ja, klopt. En zijn er nog toekomstplannen? Ja, er zijn zeker wel toekomstplannen, maar dat hangt wel af met de bouw van een nieuw clubhuis. Ja. Wat Tamar net aangaf, weet je, we zitten op zilver, daar ben ik heel blij mee. Stap naar goud, daar vind ik gewoon dat je in ieder geval sowieso je groenten moet kunnen aanbieden. Ja. Maar ook dat de producten gewoon minder zichtbaar moeten zijn. En in onze huidige keuken, de huidige bar opzet, dat is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Dus we hebben gezegd, het zat eigenlijk in de tekening voor de nieuwbouwplannen, maar die zijn even op de lange baan. Maar dat is daar wel in meegenomen, dat op het moment dat er een nieuw clubhuis komt, dat we die wel keuken en bar zo inrichten dat het dat het voldoet aan een gezonde sportkantine, dat we gelijk eigenlijk goud kunnen aanvragen. Ja. Dus dat wel. Mooi streven, denk ik ook. Jij blij om te horen? Ja, ik wist het stiekem al, maar altijd leuk om nog een keer te horen. Ja. Zijn er ook een aantal vragen vooraf gesteld, eigenlijk al bij de inschrijving. Dank daarvoor. Onder andere de AA-drink die net al even door Mike werd genoemd. Van hoe gezond is die eigenlijk? Nou ja, jij gaf net al een antwoord dat een... ik denk dat Tamara daar nog een beter antwoord heeft. Hoe gezond is het? Ja, niet gezond. Nee, een AA-drink, gewoon de normale oranje AA-drink. Zo'n klein flesje, daar zitten ongeveer 12 suikerklontjes in. Dus dan kan je zelf ongeveer invullen hoe gezond je dat vindt. Ja. Ja. En van Jeroen van Hockeyclub Houten. Naast je huidige voorraad komt er een deel van een nieuw aanbod bij. Dit heeft ook invloed op de logistiek, / de inrichting van het magazijn. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, bij ons is het eigenlijk, we hebben het ene product vervangen voor het andere product. Dus, je hebt niet dus een, we hebben daar niet de logistiek last van gehad. En we hebben wel gewoon eerder natuurlijk eerste producten opgemaakt die we nog in ons assortiment hadden. Want anders is het gewoon zonde om je product natuurlijk... weg te doen. Maar we hebben logistiek geen problemen. Nee. Qua opslag. En dus, ik weet niet of die foto nog even teruggehaald kan worden van die kantine, dat ze dat nog even kunnen zien. Maar wat je vaak ziet is natuurlijk een heel rek met heel die Haribo snoepjes en dat zijn dan iets van 6 of 7 verschillende soorten Haribo zakjes. Ja. En dan verkopen ze ook nog 5 of 6 verschillende soorten chips. En dan kan je net afvragen, is het echt nodig om al die verschillende soorten aan te bieden? Of kan ik juist een deel daarvan inwisselen en dat dan vervangen voor betere keuzeproducten? Ja. Want je biedt nog steeds de chips aan, je biedt nog steeds de snoep aan, alleen in minder grote hoeveelheden. Trekt ook minder waarschijnlijk in het zicht, zeker. Ja, zeker. Op die manier te vervangen. Zeker een goed idee. Even kijken hoor. Van Jasper van de Hockeyclub Deventer. Gezond is vers, echter we werken op de club met vrijwilligers. Hoe houden we alles vers? Zijn er instructies of voorbeelden? Je wilt niet tekort hebben, maar ook niets hoeven weg te gooien. Nou, ik denk dat we hier een deel van deze vraag al hebben beantwoord inderdaad. Ja, ook een andere tip is als er bijvoorbeeld verse broodje of nieuwe broodje wordt opgenomen in het assortiment.
Daar kan je heel makkelijk kan je daar eventjes een uitdraai van maken. Hè? Wat gaat er precies op het broodje? Plastificeren in de keuken leggen. Dan weten alle vrijwilligers wat er precies op dat broodje gaat. Je kan natuurlijk stickers plakken van waar bepaalde producten liggen. Hoe het ingedeeld is. En op die manier weten ook alle vrijwilligers hoe alles staat en waar alles staat. Dus dan kan je in principe kan je iedereen in die keuken zetten. Ja. Dus dat zijn hele handige tips om mee te nemen als je met vers aan de gang gaat. En vrijwilligers, ja. En vrijwilligers, ja. Zeker. Even aan het spieken hoor, om naar de vragen ook. Je noemde de samenwerking heeft voor jullie eigenlijk nog een versnelling, denk ik, een beetje teweeg gebracht. Mm-hmm. Zouden jullie het ook zonder de Team Fit Coach gered hebben op deze manier? Het is wel een goede stok achter de deur natuurlijk. Sowieso fijn als iemand bij je langskomt en naar je productaanbod kijkt. Je moet dus ook wel, je maakt een afspraak en die maak je ook niet voor niks. En het is niet de prioriteit van een club om, zeker vanuit een bestuur, om bij wijze van spreken hier direct mee aan de slag te gaan. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel andere zaken die ook belangrijk zijn. Het is maar net welke prioriteit die daaraan geeft. Maar door die Team Fit Coach werden wij wel even goed een spiegel voorgehouden van wat bied je nou aan. En je loopt ook weer even gewoon je productaanbod door. Je kijkt gewoon goed van wat verkoopt nou eigenlijk goed. Ja. En hebben we dit product eigenlijk wel nodig of levert het eigenlijk geen meerwaarde op? Dus ik vind het wel heel prettig dat die Team Fit Coach er was. En die ons ook begeleid heeft in het hele traject om uiteindelijk een zilveren sportkantine te worden. En wat ik ook heel, het zijn soms allemaal open deuren, maar als iemand aan je vraagt van, joh, kijk eens naar je vitrine, hè, wat staat er nou aan frisdrank? En dan zeg je, ja, er staat cola, en er staat cola light, en er staat cola zero ook, noem maar even. Ja. En hij zegt, ja, waar, van wat staat er nou het meest? Ja, van die cola. Ja, maar welke is nou het beste van de drie? Ja, die cola zero. Dan zou je dus eigenlijk van die cola zero het meeste moeten neerzetten. Ja. Want men pakt vaak, hè, dat is in de psyche van de mens, van hetgeen wat er het meeste aangeboden wordt. Dus dat gezondere moet daardoor meer in het zicht staan. Ja. En dat vond ik wel een leuke eye-opener. En op zich is het eentje een open deur. Maar toch kom ik regelmatig nog op clubs. Waar ik denk, ja, hey, hier schijnt het fitcoach te missen. Valt dat nu inderdaad op? Ja, het valt er wel op. Ik let er wel erg op. Ja. Ja. Ja, en ik wil, wij hebben inderdaad die bruine tosti. En daar ben ik stiekem heel blij mee. Want mijn kinderen weten niet beter dan ze een bruine tosti eten. En eigenlijk op de club is iedereen er ook al aan gewend. Ja. Dus ik vind dat wel een hele mooie stap die we daarin hebben gezet. Een mooie tip ook, denk ik, gelijk voor inderdaad iedereen thuis. Ja. Om daar eens een keer naar te gaan kijken van, joh, wat staat er in het beeld? En, ja. Ja, wat staat er op ooghoogte? En zijn dat de betere, gezondere frisdranken dan de ondergezondere? Ja. Ja. Maar heb jij nog een tip waarvan je zegt, team, daar kan iedereen morgen gelijk mee aan de slag in het clubhuis? Ja, wat staat er naast je kassa? Want daar komen mensen inderdaad als eerste heen. En zet daar een gezonder alternatief neer. Ja. Zet daar een betere keuze snack neer, inderdaad, zoals de popcorn of zoals de snelly en de 0%. Of misschien juist iets van fruit, als dat mogelijk is. Zodat mensen ook verleid worden om juist die betere keuze te nemen. Ja. Nee, heb je nog tips? Ja, ik heb nog wel tips. Hebben we nog tijd? Ja, zeker. Oh, okay. Ik heb wel een aantal tips. Want wat ik merkte is dat wij, we hebben de commissie HDM Snack Sportief. En ik kan wel clubs aanraden om te kijken. Sowieso is het natuurlijk fijn als het gedragen wordt vanuit je bestuur. Mm-hmm. Maar wij hadden ook een speelster van Dames 1 daarin zitten. En dat is toch ook een voorbeeld. Die heeft een voorbeeldrolfunctie binnen de club. Deze meid die deed ook een opleiding voeding en diëtetiek. Wat het voor haar ook interessant maakt om hierbij betrokken te zijn. Zij heeft uiteindelijk ook met een projectgroep van een aantal andere studenten ook bij ons een project gedraaid. Ja. Wat voor haar school handig was. En dat was voor ons fijn, want uiteindelijk heb je allemaal te maken met vrijwilligers. En voor die meiden en jongens had het trouwens ook bij, was het gewoon een heel leuk leerzaam traject om hierbij betrokken te zijn. Dus het kan ook nog eens een tip zijn voor verenigingen om contact te zoeken met bijvoorbeeld een studie via de voeding en diëtetiek bij je in de buurt. En vragen, joh, als jullie een opdracht zouden willen doen of een aantal studenten hebben die een opdracht zoeken,
daar zouden wij best wel hulp bij kunnen gebruiken. Al is het maar op bewijs van spreken een enquête onder je leden uit te voeren. Of een keer iets te organiseren. Of hen een stukje te laten schrijven over wat is gezonde voeding. En wat is beter product in ons assortiment. Ja, en was het ook niet zo... Dat was nog voor de aanloop volgens mij van Team Flit dat jij vertelde dat er broodjes waren geweest die jullie naar spelers vanuit de eerste hadden vernoemd. Ja, dat klopt. Dus dat het als een soort van ambassadeurs eigenlijk van de betere keuze werden. Ja. En dat wil ook wel helpen in de vereniging. Als er inderdaad een speler vanuit het eerste achter het idee staat en een broodje of iets dergelijks wordt naar die speler vernoemd, dan geeft het ook waarde in de club. Ja. Dus dan willen mensen dat broodje kopen. Want dan denken ze, oh, dat is leuk. Dat is iets nieuws. Dat wil ik wel proberen. Dus dat soort dingen werken denk ik ook wel heel erg goed. Ja, mooi voorbeeld. Ja, zeker. Ja. Goeie tip. En inderdaad, combi deals. Dat is volgens mij ook iets waar mee gewerkt wordt. Wordt daar bij jullie mee gewerkt? Nee, nu op dit moment sowieso niet. Nee. Voor mij hebben we wel nog... dan ga ik toch wel terug, denk ik, naar voor de zaalperiode gehad. Maar de tijd vliegt wel een beetje. Dus dat is vorig seizoen geweest. Ja. 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 Hebben we dat wel een paar keer gedaan. Een flesje water met een broodje, geloof ik, was het aanbod. Of een flesje water met een stukje fruit. Maar... Ja. Ja. Ja, als je een combi deal maakt van betere keuzeproducten. Inderdaad, zoals bijvoorbeeld een flesje water of een volkoren broodje. En dat is net ietsje goedkoper dan dat het witte broodje is met een frisdrank. Mm-hmm. Dan zijn mensen ook eerder geneigd om dat te kopen. Dus op die manier stimuleer je ook mensen om juist die gezondere keuze te nemen. Ja. Dus dat is wel een tip die wij ook altijd meegeven aan verenigingen. Ja. Ja. Gelijk ook weer interessant voor je omzet om op die manier traffic te genereren. Voor... Ja, ja, ik weet niet of dat per se echt iets doet met je omzet. Nee. Ik weet het niet precies, maar... Het is op zich wel eens leuk om iets anders te doen, om afwisseling te hebben in je assortiment of een keer een aanbieding te maken. Ja, het is natuurlijk zo, kijk, het is net iets goedkoper en als ze er dan toch voor kiezen om die uitzonderingsproducten te kopen, dan betalen ze daar gewoon dezelfde prijs voor. Dus in dat opzicht doet het dan niet zoveel met je omzet. Ja. Ja. Heel leuk. En we hebben het ook wat kort even over de omzet gehad, want ik denk dat voor veel verenigingen toch ook soms een beetje een drempel is. Het idee van ik ga verse producten kopen, die zijn duurder. Of ik loop inderdaad het risico dat ik het moet weggooien in plaats van dat ik het weer in de vriezer gooi. Je gaf aan mij dat bij jullie eigenlijk niet heel veel heeft gedaan. Dat niet positief, niet geen negatief effect heeft gehad. Tamar, wat zijn jouw ervaringen bij andere verenigingen? Ja, eigenlijk wel wat Maaike ook aangeeft, dat er niet zoveel verschil tussen zit. Ja. Vaak hoor je wel dat betere keuzeproducten dat duurder is in de aanschaf. En dan is het ook wel een tip die we aan verenigingen mee willen geven van... Kijk dan of je bijvoorbeeld de patat of de marsgreep inderdaad ietsje voor ietsje meer kan verkopen. Al is het maar 5 of 10 cent. Ja. Want dat verkoopt zich toch wel. En zo kan je juist de betere keuzeproducten op een goedkopere manier aanbieden. En dat wil wel helpen. Ja. Ik weet niet hoe jullie dat destijds hebben gedaan. Hebben jullie ook nog afspraken gemaakt met leveranciers over gezondere producten of de gezondere keuzes? Wij kopen onze producten in bij de Sligro. Ja. Dus daar hebben we toen wel contact mee gehad. En, maar ja, weet je, uiteindelijk hebben we gewoon onze eigen keuzes daarin gemaakt. Ja. Ja. En ik denk eigenlijk dat het mooie is van het feit dat je zowel die gezondere producten nog aanbiedt als ook natuurlijk andere de normale producten of de meer suiker, producten met meer suikergehalte, maar dat je voor ieder wat wils hebt. Mm-hmm. En dat vind ik wel belangrijk in het zijn van die zilveren sportkantine. Ja. Dat je gewoon wel nog ook je dingen kunt aan blijven bieden waar mensen ook behoefte aan hebben. En daarom staat die bitterbal bij ons nog op de kaart. Ja. Weet je, het hoeft niet gelijk heel rigide te zijn dat je niks lekkers voor je gevoel wordt aangeboden. Het is gewoon een aanvulling op je assortiment. Ja. Een gezondere aanvulling. En daar zijn ook heel veel mensen blij mee om dat te kopen. Dus, ja, ik denk dat er inderdaad genoeg ouders zijn die voor hun kinderen, waar geen gezonde sportkantine is bij de verenigingen, die voor hun kinderen inderdaad zelf bijvoorbeeld fruit meenemen of zelf een gezond broodje meenemen. En die omzet loopt dan natuurlijk ook mis. Terwijl als je dat aanbiedt, dan kopen ze dat waarschijnlijk in jouw kantine. Ja. Ik weet in ieder geval dat ik voor mijn dochter altijd mee zelf mijn eigen snacks meeneem naar de zwemvereniging. Als ze daar aan het zwemmen is, zodat ze gewoon iets gezonds kan snacken na afloop. En ik ken genoeg ouders die dat ook doen daar. Dus op die manier spreek je natuurlijk gewoon een veel bredere doelgroep aan.
waardoor je omzet in ieder geval niet omlaag zou gaan. Nee. Nee, mooi. Ik kijk nog eventjes naar de chat. Er zijn op dit moment nog geen vragen binnengekomen. Zijn er nog onderwerpen of punten die jullie willen bespreken, die we nog gemist hebben op dit moment? Wat wij ook in het assortiment hebben is munthee. Ja. Ook een leuke om te doen. Wij kopen dat voor mij ook in bij de Sligo, dus het is gewoon voorverpakt. En die zakjes zijn 2 weken houdbaar. Ja. Dus wij kopen iedere week kopen dat in, nu wat minder natuurlijk in deze tijd. Maar er wordt heel veel gedronken. En daar kan je best een leuke marge nog op maken. Goeie tip. Dus dat is wel een goede tip. Want waar je het bij spreken aan de ene kant misschien iets meer laat liggen, kan je het aan de andere kant natuurlijk ook op andere producten weer aanvullen. Ja, slim. Ja, dus dat hebben we. Verse gemberthee inderdaad. En verse gemberthee, ja. En ja, weet je, dat zijn eigenlijk niet de kosten. Nee. Om in te kopen. Ja, en we hebben het natuurlijk wel even kort gehad over dat draagvlak. Maar dat is wel echt heel belangrijk binnen de vereniging als je aan de slag wil gaan met dit. Dus ga inderdaad in gesprek. Kijk ook eens een keertje wat je leden erover zeggen. We komen er al leden naar het bestuur toe of naar het barpersoneel toe. Van is dit en dit aanwezig? En als dat ook het geval is, gaan we ook met die leden in gesprek. Van hoe zien jullie het voor je? En kunnen we misschien samen iets opstarten binnen de vereniging? Want alleen ga je het niet kunnen trekken. Je hebt er gewoon echt meerdere mensen voor nodig die zich hard willen maken hiervoor. Ja. Ik denk dat ook gewoon heel belangrijk is om mee te nemen. Ja, goed. En inderdaad, rolmodellen gebruiken is denk ik ook voor dit thema eigenlijk heel toepasselijk. Ja, en als er dan ook nieuwe keuzeproducten zijn die opgenomen worden in het assortiment. Wellicht kan je een deal maken met de Sligo dat ze wat samples opsturen van die betere keuze snacks. En dat je even, is misschien niet heel coronaproef nu, maar dan misschien even verpakken in plastic of zo. En dat je een soort van proefrijtje doet, zodat mensen weten ook wat die betere keuze snacks zijn en hoe het smaakt. Want soms ziet het er een beetje raar uit en is het anders dan anders. En op die manier kan je mensen natuurlijk wel ook laten zien dat het lekker is en zijn ze eerder geneigd om het te kopen. Ja, goede tip. En ik denk voor na de coronatijd inderdaad. Ja, je kan het natuurlijk ook nu verpakken in plastic, maar dat is allemaal wel extra werk. Nee, maar niet heel duurzaam. Maar na de coronatijd is misschien een betere optie inderdaad. Ja. Hele goeie. Ik zit heel even hier nog kijken. Want vanuit Jeannette hadden we ook nog een opmerking gekregen bij het inschrijven. Ze hebben interesse in gezonde alternatieven vanuit Olympia. Maar met name weinig verspilling, makkelijk voor te bereiden voor wekelijks wisselende vrijwilligers. Nou, ik denk dat er al door beide een aantal tips zijn gegeven. Eigenlijk soort kaarten waarop staat wat het broodje inhoudt. En gewoon kijken van wat is de vraag naar. Ja. Dan kom je denk ik al een heel eind. En is het eigenlijk voor veel verenigingen niet eens een hele grote stap om wellicht eerst met een bruine tosti te beginnen. En zo te kijken of ze verder kunnen groeien. Ja, en als verenigingen zich nou willen aanmelden, kan dat ook via info@teamfit.nl. En dan wordt er juist een Teamfit coach gekoppeld aan de vereniging. Het ligt een beetje aan in welke regio de vereniging zit. Ja, in elke regio zit er één. Zitten er 1 of 2 of misschien 3? Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, volgens mij is het 2 wel een beetje op max in elke regio. Nee, je zult het e-mailadres ook even opnemen in de mail die na afloop wordt verstuurd naar in ieder geval naar alle kijkers. Dan kunnen jullie daar ook gewoon naartoe mailen inderdaad voor meer informatie of als jullie willen aanmelden bij Team Fit. Ook de site van Team Fit en onze eigen site waar ook nog wat informatie staat, zullen we daar met jullie delen. En net zoals de presentatie gaat daar ook in. Je mag ook mijn mailadres opnemen, want als mensen nog vragen hebben of me willen mailen, kan het gewoon naar secretaris@hdmonline.nl. Oh, maar als je die gewoon toevoegt, dan is dat zo makkelijk. Ja, dank Meike. Ja, ik ga het zeker meenemen. We krijgen nog een vraag binnen, zie ik. Madelon, zijn er ook andere keuzes die jullie aanraden voor een gezonde kantine in plaats van broodjes en of frituursnacks om aan te bieden als lunchmaaltijd? Ja, gezonde wraps bijvoorbeeld. Wraps, ja. Volkoren wraps die belegd zijn, dat kan ook een hele goede lunchmaaltijd zijn. Ook goed voor te bereiden volgens mij. Ja, makkelijk voor te bereiden inderdaad. Ja, hetzelfde als een broodje in principe natuurlijk. Ja. Goed te bewaren ook wraps, dus kan je ook invriezen desnoods. En salades, maken jullie nog iets met een salade of Nee, we maken geen salades. We bieden wel 's avonds maaltijden aan. Dus ook teams die blijven eten. En dat is vaak gewoon een gezonde maaltijd. Ja. In combinatie met salade. Of het is pasta of aardappelvleesgroente. Dat wordt allemaal voorbereid in de keuken.
Ja, goede vraag. Goede tips ook weer, denk ik, voor de mensen thuis. En dan eigenlijk is het volgens mij vanuit ons. Ik zit nog heel even te spieken op mijn briefje. Wel redelijk klaar. Ik weet niet of er nog iets in de chat binnenkomt op dit moment. Daar is ook rustig. Dus dan denk ik dat we het hiermee afsluiten. Of hebben jullie nog... Nou ja, ik hoop in ieder geval voor iedereen die tips eruit hebben kunnen halen. En mochten ze inderdaad aan de slag willen gaan, stuur alsjeblieft een mailtje. Ja. Want we komen graag langs om in gesprek te gaan over wat we voor jullie vereniging kunnen betekenen. Ja. Ja. Dan niet alleen op het voedingsgebied, maar kan roken en alcohol ook gewoon in meer worden. Als we daarvoor openstaan, zeker. Ja. We kunnen het helemaal breed trekken. Ja. Mooi. Dan rest mij nog om de kijkers eigenlijk te vragen om de evaluatie in te vullen die wij morgenochtend zullen versturen in een mail waarin ook de e-mailadressen worden opgenomen en de presentatie wordt gedeeld. En dank aan jullie allebei voor jullie informatie en alle kennis en ervaring die jullie hebben gedeeld. Ja, heel graag gedaan. Ik hoop dat er heel veel verenigingen zijn die toch inderdaad enthousiast worden of mogelijkheden zien om stappen te zetten. Ja. En soms zijn het al hele kleine stappen die uiteindelijk, waar je veel mee kunt bereiken. En ieder begin is goed. Ja. Wat jij ook al zei, met kleine stappen kun je al heel veel bereiken. Dus ik hoop dat er meer verenigingen gaan volgen, laat ik het zo zeggen. Dat jij op verenigingen komt en denkt, er staat meer Colasero dan de... Nou ja, nee, niet zo. Dat... Nee, minder snoepen. En meer fruit. Lekker vooral. Nee, super. Dank ook aan jullie en dank aan de kijkers. En een hele fijne avond en sterkte.